Wat is de paardensport toch mooi? Die band, die warme band tussen dier en mens, jong en oud. Te vaak onderbelicht, maar daarom heeft Paardensport Vlaanderen dit initiatief genomen. Een gloednieuw programma met de welluidende naam De Zadelkamer. En De Zadelkamer, zoals u weet, dat is de plaats waar ruiters al hun materiaal stallen, stijgbeugels, zadels, noem maar op. Maar het is ook de plaats waar wel eens geheimpjes worden uitgewisseld, waar eens wordt geweend en gelachen, waar misschien zelfs de eerste stapjes in de liefde worden gezet. En daarom hebben we hier dit gedeelte van de studio omgebouwd tot een zadelkamer. En in elke aflevering hebben we één centrale gast. Welkom. Er wordt op dit moment nog net geen monument voor hem gemaakt in Paardenminnend Vlaanderen. Want enorm veel lof voor die aflevering van Weet ik Veel, waarin het Belgische springpaard centraal stond. Hij is hier bij ons, de enige echte Kobe. Stefan Lammens. Welkom Kobe in onze studio. Zo gênant. Hartelijk dank. Maar op het juiste moment ben je hier. En inderdaad, we hebben het gezien. Er wordt wel aan de veiligheid gedacht van de ruiter, hè, in de paardensport. Zo'n gênant moment, Stefan. En waarom? Ja, dus dat is uiteraard de bedoeling dat je dat loskoppelt voordat je van je paard gaat. Want anders, zo heb ik het geleerd, als je valt, geef dan een snok en dan ontploft dat spel. Maar een geluk dat dat beestje zo rustig bleef. Ja. Want verstelde geld was dat weg, hè. Zo'n knal. Heb je dat al meegemaakt? Zo'n ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Nee. Dat is een patat, joh. Maar het was wel bewijs dat het werkt, hè. Maar het is ongelooflijk. Ja. Want ik ben als kind ooit van een paard gevallen. Dus ik had er zo wat, daarom ook mijn minder flatterende stijl. Ik had echt schrik. Maar dat geeft wel een soort zekerheid ook. Want Inge, die mij begeleidde, die is er ook ooit afgevallen. Nekwervels gebroken en zo. Dus ja, leuk dat dat kan, die extra veiligheid. Ik zei een beetje lachend van een monument. Hè, maar weet jij wel wat dit teweeggebracht heeft in de Belgische paardenwereld? Heb jij daar veel reactie op gekregen? Ik moet zeggen, vooral via Instagram zo. Mensen die mij bedanken. Maar het was nooit de ambitie. Allee, eerst en vooral, ik wist niet als leek, als buitenstaander van de paardenwereld, ik wist niet dat de vraag zo groot was om eens op deze manier in beeld te komen. Ik wist ook niet dat er een soort dat er moest gevochten worden tegen vooroordelen, omdat ik er zo weinig over wist. Het is via Sandy Blankaart, een vriendin van mij, dochter van Wiltura, heeft zelf ook wat paarden, zit in die wereld. En op een dronken avond zei hij van, je moet eens, nu weet ik veel, maken over de springpaarden, want wij zijn wereldtop. Ik zeg, wereldtop? Wij? Vlaanderen? België? Ja, en Jessica Springs. En heel het verhaal vertelde zij. Ik zeg, potverdomme Sandy, kunt jij mij helpen? En zij is dan met Ingen in contact gekomen en met Contair. En dan was het toevallig de Steffex Masters. En dan hebben wij daar toch wel een paar maanden mee bezig geweest om alles te filmen. Belgisch kampioenschap in Lanaken ook. Ja. En zo is het ontstaan. Maar het is nooit ontstaan op vraag van de paardensport. Integendeel, het is heel spontaan begonnen. Ja. En dan hoor je het podium van de Olympische Spelen vorig jaar. En dan hoor je Zweden goud, Amerika zilver, België brons. Denk je, amai, België brons, hey, proficiat. Ja, maar wacht, kijk eens naar de paarden in de finale. Ja. En wat blijkt, dat dan meer dan de helft zijn Belgische paarden. Dus eigenlijk winnen wij Olympisch goud. Uiteindelijk, welke impressie had je nadien? Had je een ander beeld van? Want waarschijnlijk dacht je ook van, het is het paard dat het doet. Ja, en dan waren wij in Meissen. En dan zie je zo voor die wedstrijd al die ruiters zo. De afstand tussen twee, is het horden? Hindernissen. Ja. Afstappen. Ja. Dan denk je van, dat is een zot zicht, hè. Als je niet weet wat die aan het doen zijn, die zo allemaal in die zandbak ontstappen. Dan denk je, maar wat zijn die aan het doen? En dan Inge zei me dat van, ja, dat is timing. Dat is tellen, letterlijk, up, dat paard goed uitkomt. En toen viel mij een frank van, ja, inderdaad. Want als leek denk je, je rijdt gewoon naar die hindernis en dat beest weet wanneer dat... Maar nee, het is inderdaad die wisselwerking. En dat vind ik zo mooi. Ook natuurlijk, blijkbaar de Steffex Masters is blijkbaar een soort Tomorrowland van de jumpingwereld. Absoluut de wereld op, ja. We waren daar iets aan het eten, 's middags voor de lunch. En er was een jobstudent, de stront, de paarden van de wandelpaden. Niks werd aan het toeval overgelaten. Ik was echt onder de indruk. Ja. Maar uiteindelijk heb je ook nog eens in Zangerszijde, dacht ik. Daar heb je ook nog eens een veiling meegemaakt. Er circuleert ook heel veel geld in die wereld. We hebben daar een wereldrecord meegemaakt. Het meest ooit betaald voor een veulen. Ja. Hoe oud zijn die? 3-4 maanden, zoiets, denk ik.
En het ging naar de 150.000, 160.000 euro. En dan vraag je, Pieter de Vos zat bij mij, overbekende ruiter. En dan vraag je, ja, en nu? Ja. Ah ja, dat is schokken, hè. Ik zeg, hoe, dat is schokken. Die mens betaalt 160.000 euro. Ja. En die weet niet of dat beest überhaupt over een meter springt. Ah nee, ja. Maar de moeder, en de vader, dat. De bloedlijn, ja. En dat vond ik allemaal interessant. Ik stel voor dat we gewoon eventjes kijken naar een fragment. Een fragment van jou en Pieter de Vos. Dat was dus 1/26 van. Tot ook. Ja, wat doen we daar nu mee? Ik ben het al gaan bezoeken bij Pieter. Het staat bij Pieter. Ja. Ik ben een zeer beschermd. Wat is een 26e? De staart, zeker zoiets? Ik weet het niet, ja. Ik laat het allemaal aan Pieter. Ik ben er al eens geweest. Binnenkort ga ik terug met Sarah, mijn verloofde, want die is zot van dieren. Dus. En ik heb met Pieter wel een kameraadschap opgebouwd. Ik vond dat een hele fijne gast. En dan potoken gezien. Hè? Ondertussen groeit. Maar ik schrok enorm. Want ik had het dan, denk ik, 2 of 3 maanden niet gezien. Ik ga bij Pieter langs. Ineens heeft dat dier heeft een pels. Maar ik wist dat niet. Dat, in de winter, die krijgen een vacht. Ik wist daar nooit bij stilgestaan. Ik dacht, oei, die worden hier niet verzorgd. Dat ziet er zo wel onverzorgd uit. Maar nee, dat is tegen de kou. Allee, de natuur zit fantastisch in elkaar. En dan blijkbaar valt dat weer uit ook. En we zien wel, hè. Wat verwacht je er nu van? Het is eigenlijk een beetje lachen, maar een 26e van, als dat paard dan gigantische prijzen bij elkaar springt, heb je dan al een deal met Pieter? we hebben gewoon gezien. Eigenlijk hebben we nog geen concrete deal, maar ik ben daar ook. Allee, we zien dat wel. Ik zal u eens laten kennismaken met een heel gepassioneerd iemand. Deze sport is ook van alle leeftijden, zoals we zeggen, jong en oud. Deze meneer is al iets ouder. Uiteindelijk heeft hij in de laatste week van 2021 nog de Applejack Cup gewonnen in het Aashof in Lier, een deel van de kersthappening van Paardensport Vlaanderen. En dat kwam toen in de pers. Een heel aimabele man. We brachten hem een bezoekje in Vorselaar in de Kempen. Ja, François, had je ooit nog gedacht dat hier nog bij jou thuis een cameraploeg zou staan en jou kom interviewen? Dat had ik nooit niet kunnen denken. Ik heb er altijd heel veel moeite voor gedaan, maar dat is toch eens te geraken. En zeker die Applejack te winnen. Belaten gewoon, hè. Maar hoe doe je dat nog altijd op 75-jarige leeftijd? Ja, ik heb over een jaar of 3, ik denk 30 keer gewonnen. En dan zonder de andere stoelen zijn nog eens, met tijd en vit en zo, maar dat was altijd prijs, altijd. Ik denk dat er vol denken, wat komt die hier nog doen? Maar als ik dan gereden heb, dan is dat dikwijls helemaal anders. Hè. Je bent nu al meer dan 50 jaar actief in de paardensport. Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen? Ja, met mijn schoonbroer. De oude dochter van verongelukt. En ja, heel trieste affaire, maar ja. En ja, dan hebben er daar anderen mee komen rijden met dat paard en daar ben ik daarmee begonnen en ja, dan is eigenlijk, ik heb daar eigenlijk weinig zware accidenten mee gehad. De winning kom je dan plots in de pers met foto en filmpje enzovoort. Wat vond je ervan? Eigenlijk is heel goed, maar dat moet altijd niet zijn. Hè. Nee? Nee, dat moet niet. We rijden wel eens plezier en ik heb dat voor een plezier en ik heb altijd mijn paard gereden voor het plezier. Als ik goesting had voor het terrein, dan reed ik. En had ik geen goesting, ja, dan reed ik niet. Hè. En wie zijn dit hier? Dat is mijn bijrouwater. We rijden met die twee paarden. Ik heb de lier geproeven en zij soms wat hoger. Hè. Dat is mijn vrouw. Tot nu toe nog altijd. Hè. De tijd van heden moeten we mee oppassen. Dames en heren, nog te dikwijls eraf valt, dan is het gedaan. Ik wil dat niet hebben. En kan je haar begrijpen, François? Kan je haar begrijpen? Nee. Zo, als het naar mij gaat, dan stop ik. Gegarandeerd. Als ik zeg, dat marcheert naar mij, laat geen kanten naar mij, dan stop ik. Zolang ik van voren kan rijden en ik krijg foutloos en zo, en dat ik er nog fatsoenlijk op zit, dan wel. Maar van het moment dat ik er heel schoflechtig daarop zit en ik krijg nog eens prijs, dan stop ik. François van Uitsel, 75 jaar.
Ja, ontroerd. Ik vind het magnifiek. Mooi, heel bescheiden. Mooi portret. En iemand die het ook... Dit is een lang leven. Ja, kan je dat verstaan? Maar, ja, en dat heb ik echt wel gemerkt in die paardensportwereld. Het gaat, want ik stelde mij op een bepaald moment de vraag van... Oké, dit gaat over business en dit gaat over ruiters die willen winnen. Heeft het paard hier ook iets aan? En ik denk dat Pieter was die mij zei... Ja, maar komen, uiteraard. Want denk je dat een ongelukkig paard of een slecht behandeld paard over een hindernis springt? Ja. Nee, die paarden moeten mentaal en fysiek in topconditie zijn. En toen viel mij een vraag van ja, tuurlijk... Het gaat hier niet over werken op de nakker. Het gaat hier over presteren. Ja. Jij hebt in de sportjournalistiek gezeten. Het gaat over topniveau. En je kan pas top presteren als het hier ook klopt. En dat was wel een geruststelling. Natuurlijk, je zal er wel een segment onder hebben van de paarden die het net niet halen. Maar dan zijn er zoveel enthousiastelingen, denk ik, die paarden met plezier overnemen of opvangen. Die wereld ken ik niet zo goed. Ja. Dus ik ben daarin wel gerustgesteld. Ik ben daar echt in gerustgesteld dat die paard, en je merkt dat ook bij François, dat gaat over liefde, dat gaat over een band tussen mens en dier, die misschien in de perceptie wat verkeerd zit in de buitenwereld, maar ik heb er nu dagen in gezeten. Ik heb nooit iemand zijn dier op een verkeerde manier zien behandelen. Nooit. Nee. Nooit. En het mooie, maar dat zat niet echt in de reportage, maar het mooie wat hij ook gezegd heeft in de reportage was van... Eigenlijk moet een ruiter vaker de fout bij zichzelf gaan zoeken en niet op het paard gaan steken worden. Dat was ook iets wat mij bijgebleven is. Ja, 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 en ja. Plus, hij is dan uiteindelijk ook nog iemand die zelf zegt van... ik doe enkel maar mee om te winnen. Als ik er gewoon bij ben om de hoop te vullen, dat is toch fantastisch. Ja, dat is top. Dan stop ik 75. Is al meer dan 50 jaar dat hij... Ik ben geen expert en ik ben de laatste om commentaar te geven op de stijl van iemand anders. Hey, je hebt het gezien, bij mij gaat het niet, maar... Was hij technisch ook nog goed? Je zag misschien wel een beetje de sporen van de leeftijd. Dat denk ik wel, maar... Maar zo springen, dat moet toch... Ja, absoluut. Uw lichaam krijgt toch... Heb je dat ook eigenlijk als soort slotconclusie kunnen meenemen ook... van dat die ruiters er wel iets moeten voor doen? Hè? Want dat is ook vaak een verkeerde perceptie van buiten. Er stond een hindernis van 30 centimeter hoog... waar het paard eigenlijk kon overstappen, maar ik durfde niet. Dus en dan hebben wij... En François doet het op hindernissen tot 1,10 meter. Ja. We hebben ernaast gestaan. Als zelfs een meter, die impact, dat is... Ja. En vooral dat, hè. Je moet echt... Allee, ik heb het zien gebeuren. Je moet je klaarmaken, die sprong doen. Je mag geen schrikken, want dat dier voelt dat natuurlijk ook. En ja, ik vind het... Allee, op zo'n 75, want als je eraf valt... Prachtig, hè? Magnifiek. En uiteindelijk zeggen we ook, het is een sport voor oud en ook jong. Uiteraard, de meesten beginnen ook heel jong. En daarom hebben we ook een vaste rubriek die telkens zal terugkeren met een influencer. En zijn naam is Len van Eekhout. En die moet altijd voor een leuke bijdrage zorgen. We laten hem zichzelf even voorstellen. Ik ben Len van Eekhout. Ik ben 22 jaar en ik ben afkomstig van Lennek. Wat doe je zoal in het dagelijkse leven? Momenteel ben ik student International Business in Kortrijk. Vroeger had ik vooral de liefde voor de wielersport. Maar nu ben ik sinds 3 jaar actief in de paardensport. Van waar kunnen we je kennen? Je kan me kennen van op social media. Ik ben vooral actief op Instagram en op TikTok. Vergeet me natuurlijk niet te volgen. Wat brengt jou in de zadelkamer? In de zadelkamer heb ik mijn eigen rubriek Voor de Lens. Daarbij ga ik op bezoek bij unieke persoonlijkheden uit de paardensport. Bij wie ga je op bezoek? Daarover ga ik nog niet te veel verklappen. Wat ik wel al kan zeggen is dat we in de eerste aflevering op bezoek gaan bij Bart J. Jr. van de Kastelen. Momenteel de nummer 1 op de wereldranglijst bij de junioren. Zeker kijken dus. En jij als flashy boy? 22, dat is een helft van mij. Zo flashy is het niet meer. Hè? Nee, maar komt hij goed over? Wordt dit een succes in onze... Ja, toffe gast. Ja, toffe absoluut, gast, energie. Ja, naast zo'n... Nee, maar je zit hier. Ervaren, Eminence Grise, zo'n jonge gast, jong Veulen. Ja. Jong Veulen, ik niet meer. Tegen wij zijn een oude knol. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik stel voor, we gaan het geduld niet te lang op de proef stellen. Hij had het al over Bart J. Jr. van de Kastelen, de beste junior jumping rider op de world ranking. En hij ging even op bezoek in de kuststreek, want ze hebben allebei iets gemeen. Allebei het wielrennen en de paardensport. Maar laat ons gewoon eens kijken. Hallo iedereen. Voor de zadelkamer ben ik vandaag
onderweg naar Veurne. Nu, ik ga daar een bezoekje gaan brengen aan Bart J. Junior van de Kastelen, de nummer 1 op de wereldranglijst bij de junioren. Ik ken Junior al van een tijdje geleden en het is nu de eerste keer dat ik hier ga langskomen. Dus ik ben wel benieuwd waar we gaan uitkomen. Junior en ik, we kennen elkaar eigenlijk al langer als vandaag. Nu, in mijn wielerperiode reden wij samen in dezelfde ploeg, Aakroog Balen. Nu, ik ben al een tijdje gestopt met wielrennen, maar volgens mij combineert Junior nog altijd de koers met de paarden. Ik ben echt benieuwd om hem terug te zien. Ah, Junior. Ah, Len, lang geleden. Hoe is het mee? Niet slecht, allee, we hebben een goed jaar erop zitten. Het is weer een nieuw jaar dat begint, binnenkort naar Spanje. Dus, Ik heb het gehoord. En dan nu je programma, wat staat er nu op het programma? Dit weekend vertrek ik naar Oliva, één weekje. En dan ga ik een tour terug doen in Valencia. En dan is het even rust en dan beginnen we aan de Nations Cups in Oplaubeek. En dan is het de rest van het seizoen. Hè. Een mooi programma in het vooruitzicht dus. Ja. Wat denkt u? Samen eens rijden? Ja, ik moet anders nog twee rijden. We kunnen anders een beetje bijpraten. Hè. Anders, hij kan deze rijden, ik zal die rijden. We kunnen hen opzadelen. Hè. Dat vind ik dus een goed idee. Voilà, perfect. Nu ook vooral meer in de mountainbike, want anders is het niet meer echt te combineren met de jumping. Ja. Want ik zit ook veel weg op concours. En echt nog competitie? Of, Ja. Toch zeker proberen in de zomer wat mountainbike-wedstrijden te rijden. Ja. Dit jaar zal ik waarschijnlijk individueel rijden. Ja. Anders is het niet meer te combineren met de training en de jumping en alles. Ja. Ik zie hier al je kegeltjes staan. Ik weet niet wat je van plan bent. Ik heb gehoord dat je al 2 jaar ongeveer niet meer op de fiets of toch niet gekoerst hebt. Ja. Dus we gaan nog een keer je behendigheid testen. Ik heb een parcoursje gemaakt en we gaan dat proberen met teugels van de paarden. Met dus teugels? Met teugels. Op de fiets? Op de fiets. Dat is inderdaad wel uitdagend, ja. Ja, dus we zullen je behendigheid een keer checken. Hè. Alleen als we subiet ook eens een sprintje gaan trekken. Allee, het is goed. We gaan dat een keer doen. Hè. Dat is hem dus? Dat is hem. De fiets met de teugels. Ja, dat is iets dat je niet vaak ziet waarschijnlijk. En daarmee gaan we dus een wedstrijdje doen. Om te snel parcoursje afleggen. Oké, Junior, zet je er klaar voor? Ja. Beste sportliefhebbers, vandaag kijken we naar een Belgisch kampioenschap teugeltijdrijden in Veurne. Tussen twee specialisten, Bart J. Junior van de Kastelen en Len van Eekhout. Ik hoop dat Bart J. Junior sneller binnen is dan zijn naam lang is. We gaan eraan beginnen. Het is op tijd. 3, 2, 1, start. En hij is vertrokken. Hij heeft hier duidelijk werk van gemaakt. Kent dit paard, kent deze fiets, kent de discipline. En is hier thuis om die binnen, denk ik, met een hele goede tijd. Stop. Dat gaat spannend worden, denk ik. 3, 2, 1, start. En hij is nu vertrokken. Len van Eekhout, die iets meer problemen heeft met het... materiaal, met de fiets, met het paard, hoe moeten we dat zeggen in dit geval? Nog even een klein beetje links en rechts, dat gaat niet echt goed. Gaat niet goed. Het gaat nu over de streep, nog met een kleine jump, het voorwiel even de lucht in. Ja, ik denk dat we weten wie dat er heeft gewonnen. Ik voel de bel hangen. Ja, spijt van je val, maar ja. Kijk, ja, de valpartij heeft mij dat is omgedaan, denk ik. Ja, dus ik denk dat ik toch altijd meer behendigheid heb dan jou nu. Proficiat. Ja, dank u. Zo dit, beste kijkers, was het Belgisch kampioenschap teugeltijdrijden vanuit Veurne. Wat mij betreft, tot ziens. Tot ziens, ja. Super. En, ja, en eigenlijk hadden we eraan gedacht om zo'n fiets met teugels hier ook in de studio te krijgen om jou er een toertje mee te laten doen, maar ja, het was niet... moeilijk is, hè. Ik denk het ook. Ja. Nee, tof. Ja. Tof. Leuk programma, jong. Voilà, dankjewel. Ja, en jij mag de spits afbijten als centrale gast. Ik ben echt vereerd. Ja. Ik vind het goed dat jullie naar buiten komen, want ik denk, we hebben het er net al over gehad, weet ik veel, heeft precies wel iets betekend voor jullie. En goed dat jullie dit ook doen. Je moet naar buiten komen, want hoe meer je achter de exclusieve deuren van de contairs van deze wereld... Nee, kom naar buiten, niks te verbergen, alstublieft. We zijn ermee begonnen. Wat ook een vaste rubriek wordt, dat is telkens een vraag van een kijker. De eerste kijker die een vraag heeft mogen stellen, dat is Corneel. En die vraag wordt gericht aan Kobe Ilsen bij deze. En we lezen het even af. Is paardensport wel echte sport? Ongetwijfeld ja. Ja, waarom? Goh, waarom? Omdat het
heel veel training vraagt. En omdat je... Ja, het is ook de zwaartekracht. Hè. Je kan niet als 120 kilo zware man op een paard of vrouw op een paard kruipen en verwacht dat hij 1,60 meter springt. Dus het is ook fysica. En het is mentaal in orde zijn. En wanneer ben je mentaal in orde? Als je ook fysiek in orde bent. Want iemand die zich mentaal niet goed voelt, heeft dikwijls ook fysiek wel wat klachten en andersom. Dus ja, het is zelfs topsport. En weet je ook hoeveel disciplines Paardensport Vlaanderen heeft? Want jij zat nu in de jumpingwereld, maar er is nog meer dan jumping. Wel, ik... Nee, wacht, jumping en de snelheid, de echte paardenkoers. Dan heb je het over Waregem Koersen bijvoorbeeld. Zoiets, nee? Ja, maar dat hoort niet bij Paardensport Vlaanderen. Okay. Dat is nog iets apart. Ah, oké, dat is apart. De dressuur? Dressuur, ja. Dus, tweede en dan Olympische. De koetsen? De koetsen, dat is het mennen. Ja, ja. Klopt. Ja. En dan had je nog een derde Olympische discipline. Je hebt al jumping en dressuur gezegd. Cross-country, of heet het? Eventing. Eventing. Cross-country is een onderdeel van. Goed van jou, goed komen. Echt waar. Ja. Zoiets, maar... De drie Olympische, maar dan heb je nog zes. Je hebt er nog zes. Hè. Bijvoorbeeld het mennen. Je hebt ook nog paradressuur. En je hebt bijvoorbeeld ook nog voltige. Ooit van gehoord? Hoe zeg je? Voltige. Voltige. Nooit van gehoord. Nee. Weet ik veel voltige? 1920 dacht ik nog een Olympische discipline zelfs. Maar eigenlijk is dat gymnastiek op de rug van een paard. Mocht. En wij hebben iemand, Laure van Lerbergen, die daar heel goed in is. Ze is al 7 keer Belgisch kampioen geweest. En het leven is vallen en opstaan, maar zeker ook in de paardensport. En zeker ook in voltige moet je kunnen vallen. En wat heeft Laure gedaan? Die is eventjes naar Gelle van de Kaveijen geweest. Judoclub in Merelbeke. Om nog beter te leren vallen. Wij organiseren deze valtraining vandaag omdat het gewoon heel belangrijk is om goed te leren vallen en je val te leren breken. En niet alleen in de voltige, maar in gelijk welke discipline is het gewoon belangrijk. Wat is het belangrijkste dat jullie hebben geleerd, wat jullie ook gaan onthouden? Dat is vooral geen handen zetten. Ik zeg, het is de meest menselijke reflex, is je handen zetten om niet op je snoet te vallen. Maar het belangrijke is gewoon rollen. Je hoofd wegdraaien en rollen. Veel bijgeleerd doordat je nu juist moet vallen. Ik hoop dat ik me minder pijn zal doen als ik val. Ja, als er één iemand kan vallen, dan zal het Gela van de Café zijn, zeker. Hè? Waar was het nu weer? Ze is toch ooit eens haar nek gebroken, dacht ik. In Oostenrijk, dacht ik, ja. Dus tijds, vraag me het jaartal niet. WK, zoiets? WK. Villach, dacht Chapeau. Ik, Villach. Ja, straffe vrouw. Ja. Ben jij mij nu op de rooster aan het leggen hier? Of, nee, toch? Stefan, we missen jou de VRT. We missen jou. Maar ik ben blij dat ik hier zit met jou het. In deze studio. In de zadelkamer, waar blijkbaar relaties ontstaan, heb ik gehoord in jouw intro. Dat heb ik van horen zeggen. Dat weet op ik de VRT van. Ook, hè? Op de VRT, maar daar zou jij weer moeten van weten. Oké, we gaan het hierbij laten. Het is goed. Ik wil jou vooral bedanken, Kobe, dat jij als allereerste gast hier aanwezig was in onze studio met voor deze allereerste aflevering. Bedankt voor dat. Staat er al een pony eventueel op het verjaardagslijstje voor je kindje dat eraan komt? Een pony? Wat later, ja, een pony. Wel, we waren zo wel aan het denken. We zijn naar Zwijndrecht verhuisd en we hebben wel landbouwgrond. En we wouden misschien toch wel, want Sarah is een ongelooflijke dierenvriend en paardenvriend. Dus ja, misschien zoiets voor oude knollen die geen plek meer hebben. Misschien... Mooi. Nog geen concreet plan. Ja. Maar ik zou zeker, als kind 1 graag wilt paardrijden, met plezier. Ja, dus met kijk, plezier. Bij deze, alle mensen die nog een paard hebben, dat eindelijk op rust moet. Zeg, rustig, hè. 1 adres, Kobe Ilsen in Zwijndrecht. Ga gewoon naar de burgerlijke stand en dan krijgen ze een adres. En voilà. Kobe, hartelijk dank nog eens om hier aanwezig te zijn. Kom je nog eens terug? Nee. Oké, dat weten we dan ook weer. Maar we gaan ervan uit van wel. Beste kijker, ik hoop dat u heeft genoten van deze eerste aflevering van de Zadelkamer. En in de volgende afleveringen komen er nog heel veel interessante mensen aan bod. Hopelijk kijkt u dan ook. Bedankt en tot kijk.